มากกว่าไทยเลยแหละเที่ยวมาถึงนี่มีเพื่อนมาพอดีนั่นเลยมาไหมWe hebben voor jullie hier uitgenodigd in verband met een uniek gebeuren. In die zin dat wij vrijdag hebben gehad de eerste IVF-tweeling kinderen in Suriname. Het is dus niet de eerste IVF in de wereld. Het is dus de eerste IVF-tweeling in het Slans Hospitaal, maar ook in Suriname. Die ouders zijn natuurlijk heel blij, want ze hebben echt jaren erop gewacht. En ja... Dankzij de Heer natuurlijk, zij gaan allemaal naar de kerk, wij ook. Dus we zijn de Heer heel dankbaar dat ze zwanger mag raken. En natuurlijk ook dankzij de begeleiding van dokter Mohan. En ja, die jongen is eerst gekomen, dus die heet Jason. En dan volgt dat meisje is Angela. I guess no baby is scared. Het traject is begonnen dus in februari. 2015, 20 februari 2015 zijn we begonnen met stimuleren. We hebben op 7 maart hebben we dus teruggeplaatst. 3 embryo's hebben we teruggeplaatst en daarvan zijn dus 2 gaan groeien. Na een ongestoorde zwangerschap, het is verder goed verlopen, op 16 oktober. Ze begon alweer te krijgen, maar het vorderde niet. En uit veiligheidsoverweging om te voorkomen dat er meer complicaties bij de kinderen optreden, hebben we dus toen enige tijd gewacht. En toen het dus niet vorderde, het ging niet verder, hebben we dus besloten om op vrijdag een keizersnee te doen. En middels keizersnee zijn dan beide kinderen geboren. Eerst een jongen, tweede een meisje. Hey, pipi, gewoon aan de... Ja, het heeft een kostenplaatje en laten we zeggen, tot nu toe wordt het niet door de verzekeringen betaald. In elk geval is het dus wel, als je dat vergelijkt met andere landen, is het veel goedkoper. Hier kost het heel gebeuren, dus met alles, ja, dus met medicatie, stimulatie, punctie, laten groeien, totaal €3000. Dit is het meisje. Als je het vergelijkt met andere landen, bijvoorbeeld in Nederland, kost dat bijna €4.500. €4.500 tot €5.000. Kom jij ook? Blijft het hierbij of komen er nog meer? Vader zegt, want hij heeft echt gezien dat hij moeder pijn heeft geleden toen ze die mee had. Dus vader zegt, voorlopig is gelopen. Maar moeder zegt, wie weet.